Mijn naam is Bas Weder, ik kom u niet waarschuwen. Er dreigt groot gevaar. Den Haag is in 2018 geen toetredende hoofdstad. Ik ben hier met een boodschap. Als jullie nu samenwerken en hun handen ineens slaan, dan is er hoop. Maar dan moet echt iedereen meedoen. Niemand mag achterblijven. Dus, wat staat jullie te doen? Lees het manifest en sluit je aan bij de culturele staat. Zorgelijke boodschap. Hè? 2018 worden wij helemaal geen Europese culturele hoofdstad. Nou, ik denk dat ik ervoor ga om wel Europese culturele hoofdstad te worden. En ja, ik vind het wel heel plezierig, want iedereen is op dat moment 10 jaar ouder. Dus ik ben niet alleen 10 jaar ouder, jullie zijn ook allemaal 10 jaar ouder. En die culturele, Europese culturele hoofdstad, die moet het natuurlijk wel hebben, ook van jong talent. En mensen die nu allerlei dingen ontwikkelen, echt innovatief zijn. Ik vind het geweldig dat jullie mij dit manifest geven. Ik denk dat we zonder dit inderdaad nooit 2018 zouden kunnen halen als Europese culturele hoofdstad. Maar met jullie hulp wel. Hartstikke goed. Ik neem de handschoen, de zilveren handschoen, graag aan. En hoop met jullie samen te werken in 2018-2012. Dat wordt het jaar van de waarheid. En dan ga ik ervan uit dat we met z'n allen zo ver zijn dat geen minister en niemand om ons heen kan. En duidelijk wordt dat wij in Den Haag culturele hoofdstad worden. Nou, dit festival dat is alweer een stukje in de richting van 2018. Ik wens iedereen heel veel plezier in dit festival. En ik hoop jullie allemaal te zien op weg naar 2018. Hartelijk dank.